Welkom bij een tutorial die deze keer gaat niet alleen over het plaatsen van acrylnagels, maar ook bepaalde vormen. We hebben namelijk best wel heel veel vragen gekregen over welke vormen nagels er nou zijn en hoe je die met een bepaalde veltechniek in model velt. Nou hebben we enorm veel nagelvormen, dus we beginnen vaak bij de ronde, de almond, de square, de ballerina, de coffin. En dan hebben we het nog niet eens over de extreme shapes, dus de Russian almond of de Gothic almond en al dat soort meer. We kunnen natuurlijk niet alles in een video laten zien, maar we kunnen jullie wel de twee meest gangbare vormen laten zien en de juiste veltechniek daarbij. Dus we willen je graag een square nagel laten zien en een almond nagel. Daarbij horen ook twee verschillende veltechnieken. Dus we gaan allebei de nagels voorbehandelen en plaatsen zodat we jullie de juiste veltechniek kunnen laten zien. We hebben net al de nagels korter geveld, glans verwijderd en de nagelriemen gedaan. Nu gebruik ik de Magic Prep om de nagelplaat te dehydrateren. Dat zorgt ervoor dat zometeen het product goed hecht. Na het dehydrateren van de natuurlijke nagelplaat kunnen we kiezen om de Ultrabond aan te brengen of de Rubber Base. Nou, een base coat onder acryl klinkt heel raar, maar dat werkt echt fantastisch goed. Hiermee zorg je echt voor een fantastische hechting. Maar we kunnen ook gewoon voor de traditionele primer Ultrabond kiezen. De Ultrabond is een dunne waterige vloeistof die we op de nagelplaat aanbrengen. Niet te veel, want we willen ook niet dat die juist zorgt voor lifting. De Ultrabond die zorgt voor een dubbelzijdig plakbandlaagje, dus je ziet hem al een beetje glimmend opdrogen. En die zorgt ervoor dat zometeen het product goed hecht. Stel dat je toch ervoor kiest, als je nou klanten hebt met liftingsproblemen, om de rubber base coat eronder te zetten. Haal dan eventjes de plaklaag weg voordat je de acryl gaat plaatsen. Want als de plaklaag er nog op zit, dan glijdt de acryl een beetje heen en weer en dat werkt natuurlijk ook niet fijn. Ik gebruik vandaag de Cover Pink acrylpoeder. Deze vind ik fijn om mee te werken, omdat je dan precies ziet bij de nagelriemen en qua vorm wat je doet. Uiteraard kun je voor alle gewenste kleuren kiezen wat je ook maar wil. Dus een clear, een pink blush, een deep pink, cover peach, wat je dan ook maar fijn vindt om mee te werken. Ik gebruik het acrylic 8 penseel. Dat vind ik zelf een fijn penseel, maar je kunt er ook voor kiezen om de acrylic 6 te nemen als je liever wat een kleiner penseel hebt. Nou, door de fijne punten aan het penseel kun je heel mooi je vorm al vormen en daardoor hoeven we straks heel weinig na te veilen. Allereerst plaatsen we natuurlijk het schabloon. Dit is het schabloon speciaal voor de acryl. Zorg ervoor dat we de schabloon mooi recht plaatsen, dus dit plak ik alvast recht op elkaar. Deze vouwen we open en we maken het schabloon passend. Nou, zoals je ziet, qua vorm sluit hij al mooi aan. We moeten hem alleen iets dieper inknippen zodat hij ook qua C-curve mooi aansluit. Nou, zie ik dat hij nog steeds een klein beetje te breed is. Dus ik knip hem nog heel iets bij. Zodat hij zo meteen perfect aansluit. Nou, zorg ervoor dat het schabloon niet afstaat naar beneden of omhoog, maar dat het schabloon echt mooi recht vooruit loopt. En vanuit de vinger gezien ook rechts. We beginnen hierbij bij de square nagel. En de square die heeft dus een rechte vorm. Zorg dat je vanuit de zij wel recht vooruit loopt. En dat je de nagel hier aan de voorzijde ook recht maakt. Voor de ringvinger pak ik ongeveer een middelmatige bol. En daarmee maak ik eerst de verlenging. Dus ik zet de bol neer. En ik zorg ervoor dat hij een kleine overlapping heeft met de natuurlijke nagel. Met de buik van het penseel breng ik de acryl in model.
En met de punt van het penseel duw ik hem eventueel een beetje aan als hij te ver uitloopt. Zoals je ziet, door de mooie punt van het penseel kun je hem perfect al in model krijgen. Nou, zoals je ziet heeft deze acryl een prima uithoudingstijd. Ik heb rustig de tijd om te werken, maar hij droogt ook niet te langzaam uit, waardoor hij dan gewoon wel op zijn plek blijft staan. Nou, terwijl de acryl al een klein beetje aan het uitharden is, knijp ik het schabloon nog iets verder tops toe. Daarmee zorg ik ervoor dat de C-curve mooi rondloopt. Dus dat het een rechte nagel is, maar dat hij wel mooi slank oogt. Zodra ik tevreden ben over de vorm, pak ik een bol erbij. En omdat het een grote nagel is, plaats ik eerst in het midden een bol. Zodat ik de nagel vanuit het midden opvul. En werk ik nog net niet tot aan de nagelriemen. Nou, nu hebben we de nagel eigenlijk al volledig gemodelleerd. Hij is alleen nog te plat, dus ik zet nu de derde bol bij, waarmee ik dan de apex creëer. De bol zet ik dus al op de plek waar ik de apex wil hebben. Dan werk ik hem rustig uit naar de nagelriemen, naar de zijwallen en ik blend hem eroverheen, zodat hij helemaal gelijk levelt met de andere twee bollen. Tijdens het plaatsen probeer ik het product al zo strak als mogelijk aan te brengen, zodat ik zo meteen al heel weinig hoef te vijlen. Nou, zoals je ziet komt hij al los van het schabloon, dus dat betekent dat de onderlaag zelfs al droog is. Dus kunnen we het schabloon verwijderen. Nou heb je de square nagel op de ringvinger gecreëerd en op de middelvinger maken we de almond. Ik kan hem eventueel nog een klein beetje met mijn vingers ietsje tapsen toe, pinchen. Dat maakt de nagel nog een klein beetje slanker. En door de C-curve heb je dan ook een hele mooie sterke nagel. Ook voor de almond bereid ik het schabloon voor. Allereerst plak ik de oortjes alvast recht op elkaar. En ik scheur de bovenkant los. En dan gaan we hem even passen en kijken tot de juiste breedte. Nou, qua vorm sluit hij mooi aan, maar vooral aan die kant hebben we een stukje over. Waarom nou aan die kant minder? Omdat hier de zijwal ietsje hoger loopt. Dus hier ga ik hem tot het eerste streepje en hier tot het tweede streepje bijknippen. Na het bijknippen van de zijwallen, of de ruimte voor de zijwallen, past het schabloon perfect eronder. Zorg ervoor dat hij ook weer recht vooruit loopt en niet af of op staat. En dat hij hier ook mooi aansluit. Nou, net hebben we een rechte nagel, de square, gecreëerd. Nu ga ik met de eerste bol al meteen een ronde nagel maken. En ook hierbij maak ik een kleine overlapping over de natuurlijke nagel. Dus het is een soort tip die je creëert. Zorg voor een mooie aansluiting aan de zijkant, dus dat je geen gapende openingen houdt. En met de punt van het penseel maak ik de nagel in model.
Dus met de buik van het penseel plet ik hem uit totdat ik de bol breed en lang genoeg heb zoals ik hem wil. En met de punt van het penseel duw ik hem weer aan. Dan plaats ik in het midden een tweede bol. Daarmee creëer ik de rest van de nagel. Nou, zoals je ziet heb ik nu de hele nagel al gecreëerd, alleen is deze nog te plat. En pakken we nu een derde bol, zodat we de apex aan creëren. Voor het plaatsen van de bolling zet ik een bol op de plek van de apex al neer. Deze ga ik eerst mooi dun af laten werken bij de nagelriemen. En dan blend ik hem er overheen. En dat doen we aan de andere kant ook. Tot ik tevreden ben, kan het schabloon ook nog ietsje tapsen toeknijpen. Dan krijg je dus ook hierbij een betere C-curve. Na het plaatsen sluit ik natuurlijk altijd alle potten. Om te voorkomen dat de velstof in de liquid of in de poeder komt. Deze moet nog eventjes drogen, want het schabloon kan pas verwijderd worden zodra de acryl uitgehard is. Het acryl blijft nog aan het schabloon vastzitten, dus dat betekent dat het nog niet volledig gedroogd is. Zodra de acryl is gedroogd, kan ik het schabloon ook verwijderen. En zijn we klaar om de nagels te gaan veilen. Nou, beide nagels hebben een andere vorm, dus natuurlijk ook een andere veiltechniek. Bij de rechte nagel begin ik altijd eerst met de lengte te bepalen en ervoor te zorgen dat de vrije rand mooi recht is. Dan veilen we de zijwallen recht, dus zorg ervoor dat hij vanuit de zijwal recht mooi vooruit loopt. Ook aan de andere kant. Dan veilen we de lower arch, dus we zorgen ervoor dat de onderlijn precies mooi vanuit de vinger recht vooruit loopt. En hier ook. En dan gaan we de nagel bovenop veilen. Ik begin altijd bij de nagelriemen. Zorg ervoor dat de aansluiting van de kunstnagel naar de natuurlijke nagel mooi egaal overloopt. We willen natuurlijk geen randjes aan de achterkant, want het kan zorgen voor lifting. En het ziet er overigens ook niet mooi uit. Dan veil ik aan deze kant richting de zijwallen en de nagelriemen. En zodra ik dat heb gedaan, veil ik middenop. Let op bij het dun veilen dat je niet naar beneden veilt. We willen namelijk een mooie dunne nagel hebben die niet als een haviksnagel naar beneden duikelt. Dus we gaan hem in zijn geheel mooi dun veilen. Ik kijk ook altijd even van de zijkant en dan zie ik dat de nagel eigenlijk al wel heel mooi qua basisvorm is. Maar dat ik hem her en der toch nog eventjes wat egaler moet maken. Dus ik blijf rustig heen en weer veilen. Veil nooit zo naar beneden, want dan gaat hij hier echt naar beneden staan. Dus als ik kijk naar de dikte, kijk ik echt naar de zijkanten en dan bepaal ik hoe ik hem dun ga veilen.
Ook nu kijk ik weer eventjes hier. En hier kun je dus de dikte bekijken tot de gewenste dikte. En ik draai ook altijd de hand naar me toe. Dus ik draai de hand om, zodat ik vanaf deze kant kan bekijken of de nagel mooi recht is. Nou zie ik dat hij hier nog ietsje breder is en dan veil ik hem bij. Terwijl toen ik net de hand omgedraaid had, zag ik niet dat hij hier breder was. Na het veilen dan is hij klaar om de topcoat aan te brengen of de kleur. Stel dat je de nagel zo naturel wil houden, dan moet je hem naveilen met de buffer. Die zorgt ervoor dat alle fijne velkrasjes weggaan. Wil je nou een gel polish aanbrengen of een color gel, dan kun je ervoor kiezen om de nagel gewoon meteen te lakken. Nou, we gaan hem zo meteen aflakken met een top. Dus ik ga voor nu eventjes de velkrassen verwijderen. Dan is de square nagel nageveld en straks gaan we hem aflakken. Nu gaan we eerst de almondnagel nog veilen. Nou, net zag je echt dat ik de stappen volgde van de voorkant tot de zijkant. Nou, hier hebben we natuurlijk geen voor- en zijkant, dus ik begin met het mooi rondveilen. En stap 1, 2 en 3 van die nagel, dat doe je eigenlijk hier in één keer. Tot je tevreden bent over de vorm. Dan gaan we de lower arch bepalen. Zorg ervoor dat hij recht vanuit de vinger naar voren loopt. Nou, stel dat je hem hier nog te dik vindt aan de vrije rand, ga hem dan nu niet verder omhoog veilen. We gaan eerst bovenop veilen, want anders krijg je eigenlijk een skischansnagel. Beginnen bij de nagelriemen en de zijwallen weer in te veilen, zodat de overloop van de kunstnagel naar de natuurlijke nagel mooi egaal is. Zorg daarbij dat je de vel goed kantelt, zodat je niet de huid beschadigt. En hier veil ik hem ook aan de zijkant. Dan gaan we hem bovenop mooi egaal maken en bekijken hoe de bulling is. Kijk altijd van de zijkant hoe je de bulling vindt. Nou vind ik die nog iets verder achter zitten, dus die ga ik hier nog een klein beetje afvlakken. Extra tip voor het veilen van de kunstnagel: vel nooit bovenop de nagel heen en weer, want je ziet dan niet onder de vel wat je doet. En het kan maar zo zijn dat je hem al helemaal uit model hebt geveld. Dus als je één kant op velt, dan kun je continu zien wat er gebeurt. Ook belangrijk dat de klant de hand ontspant, zodat jij zelf naar eigen inzicht de nagel alle kanten op kunt draaien. Ook nu weer draai ik eventjes de hand en dan bekijk ik vanuit daar of ik hem mooi recht vind. Nou zie ik dat hij hier smaller toe loopt dan hier, dus ga ik hem hier nog eventjes corrigeren. Uiteraard moet je dan ook weer mooi dun veilen, anders heb je hier een opstaand randje. En ook dan ga ik hem weer van de andere kant bekijken en dan zie ik dat hij mooi recht is. Dan ga ik ook hierbij de velkrassen verwijderen met de buffervel. Tot we mooi
egaal vinden. Na het veilen met de buffer veiler ik het stof met de borstel. Dan maken we de nagels schoon met de Magic Prep. Dus ik verwijder ook het stof uit de hoekjes, zodat we zo meteen de topcoat kunnen aanbrengen zonder enige oneffenheden. Zoals je ziet heb ik de Cover Pink gebruikt en het geeft al een hele mooie naturel look. Dus je kunt hem gewoon aflakken hierna of kiezen voor een kleurtje. Kiezen voor om ze af te lakken met de Next Top Gel. De Next Top Gel is een hele mooie topcoat die perfect is voor lichte kleuren. En die neemt geen vuil aan. Dus die zorgt ervoor dat die nude kleur mooi nude blijft. Deze harden we 60 seconden uit en na het uitharden is de nagel helemaal klaar. Na het uitharden is je nagel klaar en zoals je ziet is het belangrijk dat je vooraf al je vorm gaat bepalen. Dus stel dat je een ronde nagel had gewild en je had hem eerst vierkant opgezet, had je al die hoeken helemaal weg moeten veilen. En had je aan de zijkant heel veel dikte overgehouden die je allemaal weer moet corrigeren. Dus bepaal vooraf al goed samen met de klant wat de lengte en de vorm moet worden. Want dan hoef je echt zo min mogelijk na te veilen. Ik hoop dat je het leerzaam vond en dat je wat hebt aan onze tips en tricks. En mocht je nog vragen hebben, hoor ik het graag.